Hendrik Kruse naar Stegeman, terug naar Kruse. En Kruse weer doorgestuurd, doorzien door Frank de terug op Van der Sar, ondanks de aanwezigheid van Stegeman. Kluivert op Overmars. Zag je aankomen, toch tuimelt de AGOVB, defensie daarin. En zo had het Nederlands elftal al een paar kansen gekregen. Overmars met de 1-0. Van Kluivert, dat kondigde zich al een tijdje aan dat die bal zo zou worden gegeven. Overmars op volle snelheid. Hugo Gerritsen, de keeper van AGOVV, snapt nog wel Overmars. De 1-0 voor het Nederlands elftal. En dus lol bij Louis van Gaal. Dit is Bosveld. Van Bronckhorst. Horst door. Van Bronckhorst met niet de 2-0, want er staat ook een paal. Vaak handig voor Van Bronckhorst, nu even niet. Van de Boer. Bosveld, Reiziger gaat op rechts. Bosveld. Van Bronckhorst. Cocu. Kluivert, nee. Ja, wel. Maar de redding stond klomp een lekkere paas richting Kluivert in de weg. Daarna doelman Gerritsen. Hier Cocu. Net even verdedigende werk van redding was er van Gerritsen. Louis van Gaal, Ruud Dols de assistent en de keeperstrainer Frans Hoek. Kijken toe. Het nieuwe team rond Van Gaal. Kluivert. Frans de Boer beweegt meteen door. En de verdediger blijft dan iets te lang staan. De vader van Christian Lindenburg wordt verzocht. Cocu. De treffer van Philip Cocu. Een hele mooie afgemeten voorzet van Ronald de Boer. Legt hem precies daar. Keurig ingekopt. 2-0 voor Oranje. Na de 1-0 van Overmars, de 2-0 van Cocu. Dan moet je langs kunnen. Voorzet is goed. Kluivert. Wat moet er binnenlopen? Bal viel op zijn linkervoet. In volgende loop is hij mee te geven. Voorzet was goed van Ronald de Boer. Het afwerken. Daar hapert het even. Van Bronckhorst. Kluivert. Ronald de Boer helemaal vrij aan de rechterkant. Komt Kluivert wel weer naar binnen. Goed positie gekozen. En paal van een Cocu die hem binnenkrijgt. Kluivert is een afmaker, maar Cocu was goed meegelopen achter hem. Is al een fijne bal van Ronald de Boer. Kluivert raakt hem niet lekker. Cocu krijgt dus een rechtervoet nog tegen. Tweede treffer voor Philip Cocu. 3-0 voor het Nederlands elftal. En het wachten is nog op een treffer van Kluivert. Zender. Nog steeds speler van Barcelona, omdat de overgang naar Lazio nog niet rond is. En ook die naar Chelsea niet. En de redding is er van Gerritsen. Dat met het afwerken van Kluivert nog steeds net niet wil lukken. Kruse. Ronald de Boer. Kruid erop. Van Bronckhorst. Daar Frank de Boer. Nou, vrij trap. 4-0 voor Oranje. Treffer Frank de Boer. Vrij trap van Bronckhorst. Een van de twee spelers. En een treffer van Frank de Boer. De bankzitters die ontdoen zich inmiddels van hun trainingsbroeken. Gaan zo dadelijk de warming-up beginnen. Want in de tweede helft mogen zij gaan spelen. Frank de Boer naar Cocu. En dan Ronald de Boer. Hoewel de pas net niet lekker was voor Ronald de Boer, weet hij het toch. Een voorbereidend werk van Philip Cocu. In de eerste helft twee keer doeltrof. Dus Cocu nu. Hij moet er nog echt hard voor werken, Ronald de Boer. Om die bal binnen te tikken. Maar dat kan ook. En misschien zelfs is dat het wel Engering. Cocu, mooi meegenomen en de keeper van AGOVV. Kans voor Philip Cocu.
Zeedorf, Cocu in het midden. Link in één keer uitgehaald. Ja, knappe goal. Ook al zodanig onderkend door Louis van Gaal. De zesde voor het eerst een oranje shirt heeft aangetrokken. Jan Vennegoor op Hesselink. Mooie aanval met Zeedorf. In één keer door Cocu. En in één keer binnengeploft door Jan Vennegoor op Hesselink. Dietrich. Redding noodzakelijk van Sander Westerveld op het goede doorgaan van Jos Dietrich. Omsloten met een niet onaardig schot. Dietrich. Westerveld niet voor niks meegekomen dus. Frank de Boer. Cocu. Van Bommel. En Jeroen Gerritsen. Dat is een goede keeper. Reiziger, vrijtrap voor het Nederlands elftal. Vrijtrap door Clarence Seedorf, opgewerkt door Boy Nussing. Met die Mena heeft zo even een grap verteld aan Philip Cocu, waar de wave en de kans er is. En de bal op de paal eindigt via Mark van Bommel. Dus was er een kopmogelijkheid voor Bert Kompeman. Er hangt hier een beetje een stemming in Apeldoorn. Bouma. Van de vorige Hesselink en Cocu nu in de 16. Cocu maar voor de 0-7. Tweede treffer van Mark Overmars in deze wedstrijd. Hij maakte de 1-0 en nu de 7. Genoteerd ook door Louis van Gaal. Bal achter van de vorige Hesselink. Eigenlijk ook niet goed genoeg voor Cocu. Maar daarachter was nog Overmars naar de paas van weer terug in het elftal. Ik denk dat Mark Overmars wat fysieke ongemakken kent. Alleen de Boer had zijn schermers nog achtergelaten in de kleedkamer. Dat ziet er goed uit. Mekels, Jansen, Stegeman. Alles wat. Had de verdediger door Reiziger. En Van Bommel steunt ook. Klaar te zijn, nu weer terug. En hier naar het schot van Guido Jansen. Konteman ziet Van Bommel gaan. Van Bommel, daar komt de keeper ook. Valt net over het doel. Ook omdat Van Bommel op geen seconde tijd werd gegund door het uitlopen van Jeroen Gerritsen. De Boer. Cocu. Bouma mooi doorgetikt op Zeedorf. Net naast. Goedige zender, dat komt goed uit. Zeedorf, links is Bouma. Het vervolg met zender in het midden. Link maakt nummer 8 zijn tweede. Voorzet komt van Bouma. Zender er niet bij, Vennegoor of Hesselink wel. De technische staf van het Nederlands elftal. Van Gaal en Roep Krol tot het EK nog record international. Met 83. Winter haalde hem in met 84. Mooi weg eruit door Stegeman. En Stegeman daardoor niet in staat tot scoren. Uitleg van achtvoudig international. In eerste interland speelde hij toen hij nog in dienst was van een eerste divisieclub, RKC. Cocu. En de redding is er van Joachim Wimmers. Vennegoor of Hesselink. Zo. Zijn derde. Goals in de tweede helft. 3 dus van Jan Vennegoor of Hesselink. Wimmers. Peren. Van de Boer. Cocu. Van Bommel.
Ja, nee. Ja, nee. Nog verder voor de wisseling, nog Philip Cocu de 10 te maken. Een voorzet van Bauma. Kwam eigenlijk achter verder voor de wisseling. En eigenlijk te hoog voor Philip Cocu. Gekozen door scheidsrechter Van Beek. En zo wint het Nederlands elftal voor het eerst onder leiding van Louis van Gaal. Allemaal op weg naar die eerste kwalificatiewedstrijd 9-0 van AGOVV in de tweede helft.